Dus hey, leuk dat je er bent. Accepteer bovenin de cookies als je optimaal gebruik wilt maken van Linda Nieuws, zie je geen balk, klik hier en accepteer de standaard cookies. Gordon geeft in rechtszaal toe ex Kevin bedreigd en geslagen te hebben. Gordon heeft in zijn emotie 1 klap uitgedeeld aan Kevin B., de man in wie Gordon dacht zijn liefde gevonden te hebben. Ook bedreigde de entertainer zijn vermeende ex met een mes. Dat heeft Gordon gezegd in de rechtbank van Lelystad bij wandeling van een door Kevin aangespannen kort geding. Nieuwe liefde. Gordon spant kort geding aan en wil volledig contactverbod bedrogen. Ja, ik heb hem een klap gegeven, gaf Gordon in de rechtszaal toe. Maar wat gebeurt er als je erachter komt dat je maandenlang stelselmatig bent bedrogen? Volgens Gordon had hij zo'n 6 maanden een relatie met Kevin toen hij steeds meer signalen kreeg dat er iets niet klopte. Daarom plaatste Gordon in februari op social media een foto van Kevin met de mededeling dat hij een nieuwe liefde gevonden had. En toen werd de beerput met ellende opengetrokken. Dubbel leven. Na het plaatsen van het bericht ontdekte Gordon onder meer dat Kevin meerdere relaties had. Diezelfde avond vond er bij Gordon thuis een confrontatie plaats. Daarbij liet de entertainer, volgens zijn advocaat, onder invloed van de genuttigde alcohol zijn emoties gaan, maar ook in mails, berichtjes en telefoontjes die na de ruzie volgden, ventileerde Gordon zijn woede. Niet altijd even fraai. Gordon is shocked door nieuws over zijn nieuwe liefde. Hij leidt een dubbel leven. Spijt. Volgens zijn advocaat was dat echter alleszins begrijpelijk gezien de emotionele achtbaan en het overweldigende liefdesverdriet waarmee Gordon plots te maken kreeg na afloop van de zaak. Op de stoep van de rechtbank liet Gordon weten spijt te hebben van de klap die hij Kevin gaf. Er zijn die avond allemaal dingen gebeurd. Het spijt me, meer kan ik er niet over zeggen. Plan van Gordon. Kevin, die zegt dat er nooit sprake is geweest van een relatie, kapte na de confrontatie alle communicatie met Gordon af. Volgens Kevins advocaat had de entertainer na de aanvaring een duidelijk plan om Kevin te schadigen en ondervindt een man tot op de dag van vandaag last en hinder van Gordons berichten. Kevin eist nu alle berichten van social media zijn verdwenen, een contactverbod. Gordon wil een rectificatie zodat zijn status als BN'er, dat hij een leugenaar zou zijn, hersteld wordt. Op 23 april doet de rechter uitspraak. Bron ANP, foto Linda 112, Cornelie Tollens. Log in of maak een nieuw account aan om te reageren. Reacties verder lezen. Yo!